bizarre doen. Mooi. Dag lieve kijkers, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Oud. Ik ben Anne. Wie ben jij dan? Dit is... Laurie. Laurie. En hoe heet je zusje? Dino's. Laurie is een dino's. Oké. En hoe heet je zusje? Billy. Billy. En hoe heet je andere mama? Ja. Mama Anne. En die andere? Mommy. Ja. Het is vrijdagochtend. Mama Anne gaat sporten. En Billy die gaat slapen. Billy gaat slapen. Slaapje doen? Slaapje? En Laura is helemaal into de ballen en ballonnen. Vinden wij alleen maar leuk. Succes. Dank je. Ik hoop dat dit zo lukt. De een slaapt. De ander kijkt eventjes op de iPad. En mama gaat ook even sporten, ja? Pimopie. Deze dame weer wakker, hè? 25 minuutjes heb ik kunnen fietsen. Maar beter iets dan niets. Kijk. Want ik heb gewoon een bezweet hoofd, zoals je ziet. Ik weet niet of het zichtbaar is. Maar ik heb even gezweet. Dat is het voordeel als je de sportschool verkoopt, dat je nog wat dingen hebt. Dus ik heb nog een spinningfiets. Dus dat is wel fijn. Kan ik in ieder geval iets aan mijn conditie doen. Want ik had vorige week dus hard gelopen. En heb ik een week lang last gehad van mijn schenen en mijn knieën. Dus ik dacht, laat ik nu slim zijn. En gewoon fietsen. Nou, deze dames mee naar beneden. Ja! Met de ballon. Spelen. Ja! Spelen met de ballon. Met mommy. Ja. Anne is even het fietsje weer even naar een driewieler maken. Kan Laurie, we hadden hem naar tweewieler gemaakt. We merkten dat Laurie gewoon niet meer wilde fietsen. Dus Anne is de beste. En heeft hem weer teruggebouwd naar een driewieler. Hoppa. Ik ben ondertussen met zelfontwikkeling bezig. Met een kopje thee, want de meisjes slapen lekker. Oh. Ja, die was ik al kwijt. Gaat die met mij? Voor de mensen die mij nog niet zo heel goed kennen. Ik kan dingen heel goed verstoppen. Maar dan ook voor mezelf verstoppen. Dan neem ik iets mee en dan ben ik niet in het moment. En dan leg ik het gewoon ergens anders neer. Dus ik had de tandenborstel op navulling buiten neergelegd. Ja, is best handig, toch? Logisch toch? Ja, het is gewoon logisch. Nee. Ik vind het dan leuk, hè? Dat lagertje van... Dat wieltje van Laurie's fietsje, die was eruit. Ja. En dan heb ik echt al 100 keer op YouTube-video's gezien... hoe zij lagers normaal ergens instoppen. En nu heb ik dat gewoon even gedaan en het ging vet goed. You're the best, honey. Ik vind het wel leuk. En wat ga je nu doen? Chillen. Oh, oké. Okay. Nee, grapje. Ik moest van jou editen. Van mij? Je hebt straks een borrel, toch? Ja, weet ik niet. Ja, ik heb eigenlijk een borrel, ja. Kun je er beter bij, hè? Mama. Even een frisse neus halen. Het regent wel een beetje. Mama heeft een hele zwoele stem. Gaan we naar de speeltuin? Gaan we naar de speeltuin toe? Of een rondje lopen? Zo binnen. Ik ga heel hard. Ja, je gaat heel hard. Woehoe. Jij is. Moet ik glijden? Ja. Maar dan krijg ik natte billen. Nou en, mommie, dat droogt wel weer. Ik ga gauw zo sjouwen. Doe maar. Ga jij eerst? Ja, als je Laurie eerst laat gaan. Als jij eerst gaat, dan is die droog. Ze houdt niet van nat. Ik ben één. Mommie, kan jou helpen? Ja. Nee. Oké, ik ga wel. Dan ga ik hierop zitten. Op de hoes van de kinderwagen. Op de hoes van de kinderwagen. Laurie, wel kijken. Ik kwijt je. Dat klopt niet. Kijk die. Ah, ze ging natuurlijk veel te hard. Ik ging hard, hè? Ja, mama ging heel hard. Ga jij nu? Nee, ik ben zo. Ik ben daarnaast. Ik ga kampioen. Wat doe je zo? Nee, ik kan niet. Wee! Yeah! Zo moet het. Doe hoge. Wil je van de hoge? Nee.
dat Billy is. Oh, Billy van de ogen. Ik denk dat Billy dat niet erg vindt. Even. Wee! Wat is een moppie? Wat wil je? Oh, wil je op die fiets? Ja. Maar dit is eigenlijk voor Billy, hè? Nou, mij! Ja, maar jij bent groot. Oh. Hey. Huh? Hey, grote dak. Ja. Ik heb echt grote dak. Wat goed. Ja, goed hè. Ja. Ja. Ik heb mama fijn nu. Laurie vasthouden, ja. Billy. Hou je zus maar vast. Ik kan ook jou zo mooi. Dit. Ja. 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 Dit is heel groot. Moet hij dan daar? Nee. Moet je wel optillen, hè? Ja. Goed zo. Oh. Ja, goed zo. Meneer. De meneer en de arm. Wij puzzelen nooit met Laurie, omdat het normaal gewoon door de tent heen vliegt. Dat gaat nu wel goed, hè? Ja, nu gaat hij wel goed. Ja, nog een keer duwen. Ja, goed kijken, hè, dat alles helemaal goed zit. En nou moet die aan elkaar? Ja? Oh, en deze laatste stukje ook? Ja, goed zo. Kijk eens, wat goed. De volgende. Wauw. Yay! Goed zo, Laurie! Dat is knap van jou. Zo moet dat, hè? Hey! Hallo! Niet aankomen, nee. Nee. Nee, Billy. Nee. Ga maar lekker spelen. Ga mama even tanden poetsen. Kijk eens. Ik ben zo weer terug, ja? Tot zo. Ik ben even tanden poetsen. Ja? Wow, that escalated quickly. Alles helemaal onder, maar we hebben wel een mooi dorp gemaakt, hè? Nee, Billy! Nee, die
kijken. Ja. Zo, ik ga even iets voor mezelf doen. En ik denk dat het wel 100 jaar geleden is. Ik kan niet eens herinneren of ik überhaupt ooit iets voor mezelf doe. Maar ik ga naar een motor expo in Houten. Waar voornamelijk customized motoren zijn en dat soort dingen. En ik ga in mijn uppie. Dus, oké. Hey pretletter. Hey pretletter. Wil je wakker? Lekker pyjama middagje, hè? Ja. Ja, we hebben slofjes voor Billy gevonden die je past. Maar ze trekt ze ook wel weer uit. Maar toen kwamen we ook het kerstcadeautje voor Lauwe tegen. En die vond ze zo leuk. Sinterklaas, kerst, alles. Sinterkers. Dus we hebben hem nu gegeven, maar ik hoop hem ergens nog een keer weer te verstoppen. En dan doen we hem onder de boom leggen of zo, hè? Ja. Ik kwam er niet mee. Jij, Anne? Om deze te kopen? Ja. Nee, we hadden echt wel overleg. Het voelde heel tweezijdig. Dat ja, maar vond. Jij zei, oh, ze vindt hem zo leuk. Ja, maar jij zei, zullen we dat doen? En toen heb ik het gedaan. Oh, oké. Okay. Moet ik het weer op me nemen dan? Nee, samen. Oh, samen. Ze is helemaal blij. Dan gaat ze de pop in de kinderwagen. Ja. Zolang ze deze pop er maar niet in legt, zal het ongetwijfeld nog wel een keer gebeuren. Het is gewoon echt over een kindje die er vandoor kruipt, hè? Billy kruipt er vandoor. Echt hoor. Ja. Het is zondag, we gaan naar opa en oma. Laurie, wat heb jij? Wat zeg je? Kom mee. Wauw, gaat hij mee? Ga je die aan oma laten zien? Bukken. Klimaap. Kijk, nou doe ik het ook niet eens meer. Wat is dat blijft als een zin? Ja. Hey. Het is via. Het werkt. Here the party, Nou, kom hier jij. Dag. Zie je dat? Doe nog een poepie. Nou, ga maar zitten dan. Ik kan niet hier aankomen. Nee, ga maar weer zitten. Kan je weer verder poepen? Ga maar zitten, moppie. Nu ben ik er één. Nee, er kan niks gebeuren. Dat is jouw poepie. Ben je klaar met poepen? Of weet je het even? Broek aan. Wil je broek aan? Ja. Maar ik ga even mama roepen, want ik ben trots. Nou, het was dus te schattig dat Laurie gewoon... Ik wilde vaatwas hebben.
dat Laura gewoon een poepie heeft gedaan op de potje. En ik was er niet helemaal bij, want ik was in de schuur met de frituur. En Nomi heeft het een beetje gefilmd, maar ze zei dus in één keer out of the blue, ik kan poepen. En toen zei ik tegen Nomi, ja pak gewoon dat potje. En toen ging ze erop zitten, toen ging ze met een boekje zitten. Even ontspannen te zijn, zeg maar. En toen had ze een poepie gedaan. Ik wil ook in het waal. Ja, maar daarna leek ze wel een beetje bang hè, van de eigen poepie, dat ze niet meer... En het was ook een hard poepie. Toen was het ook leuk. Het is echt schattig dat ze gewoon gepoept heeft. Maar ook met een boekie. Maar ja, en ook dat we hier trots op zijn, toch? Hoezo? Trots op een poepie. Ik ben altijd trots als ze poept. Nee, ja. Nice. Ja, maar nu dus gepoept op een potje. Dus leuk. Weer een mijlpaal. Ik ben benieuwd of ze het nog een tweede keer gaat. Ik denk dat ze gewoon al aanvoelt dat het harde kak was. En daarom zei ik moet poepen. Want dat is een hard keuteltje. Moest ze ook veel doen? Weet ik niet. Ik dacht ik loop weg. Ik geef er een boekje. Want anders dan... Zit er te veel druk op. Dus ik denk, ga maar even een boekje lezen. Ik loop wel weg en dan hoor ik het al. Okay. En toen dacht ik echt, wat de fuck zie ik? Ja. Ja. Maar we zitten ook nog in de laatste aflevering van Killing Eve. En de vraag is, gaan we dat nog kijken? Of gaan we slapen, want het is kapot laat. Ik wil wel kijken nog. Ik wil ook slapen. Ik ben heel moe. Ik ook moe. Ja, jij sliep net al bijna. We gaan morgen met volle aandacht. Ik wil even voordoen. Ik lig zo. Voel ik in één keer dat je dit doet zo. Je prikt in je wang. En toen dacht ik, oh, Killing Anne. Killing Anne. Oké, okay, nou, dat was hem weer jongens. Later. Ciao. Ciao. Pom 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 pom.